Goedemorgen. Het is goed om met elkaar God te aanbidden en hem ook tot ons te laten spreken. En ik geloof dat wat uitgesproken is ook op de agenda van Gods hart staat voor vandaag. En dat we er zeker nog meer van gaan meemaken met elkaar. Ik wil graag beginnen met het lezen van Genesis hoofdstuk 2, vers 21 tot en met 25. En daar staat: toen liet God de Heer de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw. En hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: eindelijk een gelijk aan mij. Mijn eigen gebeente. Mijn eigen vlees. Een die zal heten vrouw. Een uit een man gebouwd. En zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. De tweede tekst die ik met jullie wil lezen staat in Efeze hoofdstuk 5, vers 31 tot en met 33. En daar staat: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. We zijn dit jaar bezig met het jaarthema Back to the Roots. We willen kijken naar Gods oorspronkelijke plan met deze wereld. Gods oorspronkelijke plan met relaties. En Gods oorspronkelijke plan met ons leven. En dat doen we onder andere door terug te gaan naar het begin. Door het boek Genesis door te preken. En we zijn eigenlijk begonnen met Genesis 1, waarin God zo mooi de wereld maakt. Als een kundig maker. Genesis 1 is eigenlijk als het ware een soort helikopterview van alle mooie dingen die God heeft gemaakt. En daarna zijn we doorgegaan naar Genesis 2. En Genesis 2 is als het ware een close-up camera die inzoomt op hoe God de mens heeft gemaakt. En ik heb een aantal weken geleden al gesproken over Genesis 2. En zei toen al, eigenlijk heb ik veel meer tijd en ruimte nodig om dat hoofdstuk echt tot ons te laten spreken. En je zou er eigenlijk 5 preken over Genesis 2 kunnen houden. Maar we beperken ons tot 2 preken. We spoelen nog even de camera terug. En kijken opnieuw naar Gods plan voor man en vrouw. De tekst die we net gelezen hebben gaat over de uitvinding van het huwelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw is aan het begin van de schepping door God zelf bedacht. Laat dat even tot je doordringen. Het huwelijk is niet iets wat wij mensen hebben bedacht. Het huwelijk is door God zelf bedacht. Hoort bij zijn scheppingsplan. Alle andere samenlevingsvormen die wij tegenkomen zijn bedacht door mensen en zijn mensenwerk. Maar het huwelijk vindt zijn oorsprong in God zelf. En als we dan beseffen dat God het huwelijk heeft gemaakt, dan weet hij als maker van het huwelijk ook het beste waar het huwelijk voor bedoeld heeft. Waar hij het huwelijk voor bedoeld heeft. Wat zijn plan is met het huwelijk. En dat wordt eigenlijk al heel snel zichtbaar in Efeze hoofdstuk 5. Paulus schrijft eigenlijk dat het huwelijk een groot geheim is. Een groot geheim bevat. Letterlijk een mega geheim.
Want het huwelijk is een verwijzing naar de relatie die Jezus Christus met ons mensen wil hebben. Met de relatie die de hemel met de aarde wil hebben. Het huwelijk is een verwijzing naar Gods einddoel, namelijk de dag dat Jezus Christus met ons komt trouwen. En wij gemeente worden de bruid van Jezus Christus genoemd. En de dag zal komen dat Jezus terugkomt naar de wereld om te trouwen met ons. Dat is waar het huwelijk naar verwijst. Dat is het einddoel van het huwelijk. En laten we dan gelijk al een misverstand uit de wereld helpen. Het huwelijk zelf, tussen man en vrouw, is niet het einddoel van ons leven. Al denken we dat vaak wel. Het huwelijk zelf verwijst naar iets wat groter is. Het huwelijk zelf kan ons niet gelukkig maken. Daar is het ook niet voor bedoeld. En toch denken we christenen wel heel vaak dat dat zo is. Genesis 2 is een hoofdstuk waar heel vaak uit gepreekt wordt tijdens huwelijksdiensten. En wat christenen vaak voorgespiegeld wordt als de ideale relatie. Maar zo is het door God niet bedoeld. Het is een verwijzing naar hoe Jezus Christus met ons wil omgaan. Want stel je nou voor dat het inderdaad zo zou zijn. Dat het huwelijk zoals in Genesis 2 beschreven staat, dat de realiteit is van vandaag de dag. Nou jongens, dan zou iedereen moeten trouwen. Dan is dat de oplossing voor elke eenzaamheid van de mens. Probeer je nou eens even voor te stellen wat voor huwelijk hier eigenlijk geschetst wordt. Het lijkt wel een streekromannetje. Adam zat in het paradijs en hij had alles om zich heen wat hij wilde hebben in zijn man cave. En toch miste hij iets. Hij miste een vrouw. En daarom bracht God hem in een diepe slaap. En bouwde vervolgens de mooiste vrouw die er ooit heeft bestaan. Eva. Die vrouw die was volmaakt. Die vrouw die was perfect. Die vrouw die was zo mooi dat toen zij voor Adam werd gebracht, Adam alleen maar kon zeggen, eindelijk. Hij maakte gelijk een liefdesgedicht voor haar. Eindelijk een vrouw die bij mij past. Ze paste precies bij elkaar. Het was gelijk vanaf het eerste begin romantiek. Dit was de perfecte relatie. Adam en Eva, twee volmaakte mensen die elkaar vinden. Wat wil je nog meer? Adam was zo volmaakt dat hij zelfs Eva aanvoelde. Adam wel. Ze hadden zo'n open relatie met elkaar. Ze konden over alles praten. Ze hadden een volledige gelijkwaardige relatie van geven en nemen. Ze waren volledig veilig bij elkaar. Er was geen schaamte in die relatie. En Eva, had altijd zin in seks. Ze had nooit hoofdpijn. Hoofdpijn bestond niet in het paradijs. Dit was de volmaakte relatie. Dit was perfect. Als je zo'n relatie zou hebben, wat wil een mens dan nog meer? En op de een of andere manier nemen wij deze paradijselijke verwachtingen, dit plaatje, dit sprookjeshuwelijk, mee en denken, nou dat is zo ongeveer zoals het christelijke huwelijk gaat. Nou dan kom je van een koude kermis thuis. Zo. Want, lieve mensen, er is nogal wat gebeurd sinds Genesis 2. Na Genesis 2 komt Genesis 3. En het paradijs is uit zicht geraakt. En de relatie die Adam en Eva daar hebben, kunnen wij niet meer reconstrueren met elkaar. Dat lukt niet. En zelfs Adam en Eva leefden niet lang en gelukkig met elkaar. Want ook bij hen brak de zonde in hun leven. En kwam een vervreemding tussen die twee perfecte partners.
En wij zijn allemaal kinderen van Adam en Eva. En zijn daarom gebroken mensen. En weet je waarom het huwelijk vaak zo tegenvalt? Omdat we er in het huwelijk achterkomen dat we gebroken zijn. En dat die ander ook gebroken is. Maar op de een of andere manier brengen we toch dat beeld van het paradijs mee het huwelijk in. En komen met overspannen verwachtingen naar onze partner. Je hoort het al als we praten over de ware. Wachten op de ware. Nee, ik wacht op de ware. Nou, het is heel verstandig om zorgvuldig je toekomstige man of vrouw uit te kiezen. Maar als je gaat wachten op de ware, dan kan je heel lang wachten. Want de ware bestaat niet. De volmaakte vrouw bestaat niet. En de volmaakte man is al getrouwd met Jessica. Vorige week mocht ik in een andere gemeente spreken over Colossense 3. En daar gaat het over wat de Heilige Geest voor gedrag in ons naar voren wil brengen. En het ging met name ook over goedheid, geduld. En toen vertelde ik dat goedheid eigenlijk gaat over het goede doen, je nuttig maken. En dat de geest pas echt krachtig in mannen werkt als ze zich nuttig gaan maken in huis. Vervolgens begon er één vrouw keihard te lachen vooraan. Dat was Jessica. Ook Jessica bidt nog om een opwekking. De volmaakte man bestaat ook niet. Volmaakte mensen bestaan niet en daarom bestaat de ware ook niet. Ja, misschien denk je nu, ja, nee, maar dan ken je mijn verloofde nog niet. Nee, en jij waarschijnlijk ook nog niet. Want zodra je trouwt met die persoon, kom je erachter. En dat zeggen we wel eens, volgens mij ben ik met de verkeerde persoon getrouwd. En dat klopt. We zijn allemaal met de verkeerde persoon getrouwd, want we trouwen met iemand die niet volmaakt is en die gebreken heeft. En daar komen we dan in het huwelijk pijnlijk achter. Tim Keller, de Amerikaanse predikant, die beschrijft dat proces ongeveer als volgt. Als twee onvolmaakte mensen verbaasd in het huwelijk erachter komen dat ze onvolmaakt zijn. Misschien is het herkenbaar. In het begin van je huwelijk vind je hem of haar geweldig. Maar een jaar of twee later, en heel vaak al een maand of twee later, gebeuren er bijna tegelijkertijd drie dingen. In de eerste plaats kom je erachter hoe egoïstisch deze geweldige persoon wel niet is. In de tweede plaats ontdek je dat deze geweldige persoon een soortgelijke ervaring heeft met jou en jou dat begint te vertellen. Je krijgt van die andere persoon te horen hoe egoïstisch jij wel niet bent. En ten derde stel je vast dat het grootste probleem voor jullie huwelijk het egoïsme van de ander is en niet dat van jou. Dat is wat er gebeurt als onvolmaakte mensen elkaar tegenkomen in het huwelijk. Dat is de ervaring die we allemaal meemaken. Dus misschien is het goed als we stoppen met het huwelijk zo op te hemelen. Het huwelijk is het paradijs op aarde niet. Het huwelijk is ook niet onze snelweg naar geluk. Want als we dat blijven zeggen, dan suggereren we dat mensen die niet getrouwd zijn, nooit gelukkig kunnen worden. En dat eigenlijk mensen die ongetrouwd zijn, zo snel mogelijk als een projectje naar het huwelijk begeleid moeten worden. Maar zo heeft God natuurlijk niet bedoeld. Er zijn mensen die niet getrouwd zijn en een heel zinvol leven leiden en gelukkig zijn. Paulus was zo iemand. Er zijn mensen die getrouwd zijn en toch diep ongelukkig zijn. Het huwelijk is niet de snelweg naar het geluk. Het huwelijk is ook niet het paradijs op aarde. En als wij tegen iemand zeggen, je moet wachten op de ware. Weet je dat we dan eigenlijk zeggen? Dan zeggen we dat het hele leven een soort wachtkamer is, een wachtruimte waar je zit te wachten totdat je eindelijk iemand gevonden hebt en dan gaat je leven pas beginnen.
Je kunt ook al volledig leven zonder dat je iemand gevonden hebt die bij je past. Dus laten we met elkaar het huwelijk ook niet te groot maken. Het huwelijk verwijst ergens naar, maar het huwelijk is niet de hemel op aarde. Nou, wat is het huwelijk dan wel? Wie van jullie heeft er wel eens een DTS gedaan? Een discipelschapstrainingsschool. Dat is het huwelijk. Het huwelijk is een levenslange DTS. Een levenslange discipelschapstrainingsschool. DTS. Niet te verwarren met TBS, DTS. Discipelschapstrainingsschool. En op die DTS word je gevormd, word je gekneed, word je bijgeschaafd als discipel. Weet je waarom God het huwelijk heeft bedacht? Als een trainingsschool voor ons om mooiere mensen te worden. Als een trainingsschool voor ons om meer op Jezus Christus te gaan lijken. Het is geen makkelijke opleiding. Er is regelmatig een outreach. Er is heel vaak een debriefing thuis. Er is heel veel probleemgestuurd onderwijs. Er zijn rollenspellen. En soms is die opleiding zo zwaar dat je denkt, wanneer is het vakantie? Maar het is wel een trainingsschool die de moeite waard is. Het is een trainingsschool waarin de liefde mag groeien. Het is een trainingsschool waarin je leert je eigen egoïsme af te leggen en die ander te dienen. Het is trouwens een trainingsschool die niet voor iedere christen nodig is. Het is ook niet een trainingsschool waar elke christen per se op moet. Paulus noemt het huwelijk in 1 Korinthe 7 vers 28 een zware belasting die mensen wil besparen. Ja, we hebben nog nooit over gehoord op huwelijksdienst. Het is bloed, zweet en tranen. Het vraagt wat van je. En zoals elke opleiding, slaag je pas voor die opleiding op het moment dat je je schouders eronder zet, dat je eraan gaat werken. Ik werk 2 dagen in het onderwijs. En ik zie heel vaak groepen leerlingen voor me zitten. Meestal een stuk of 30. En ik kan er 1 ding van zeggen. Het feit dat je op school zit en in de klas aanwezig bent, wil niet zeggen dat je per definitie iets leert. En is een goede om te onthouden. Want het feit dat je getrouwd bent en door God op die school geplaatst bent, wil niet zeggen dat je in het huwelijk discipelschapslessen leert. Want sommigen zijn helemaal niet bereid om iets te leren. En sommigen maken ook helemaal geen vorderingen, maar gaan juist elk jaar dat ze getrouwd zijn in karakter achteruit. Het huwelijk is een leerschool van het leven waar we ons volledig voor moeten inzetten. Nou, wat leer je dan allemaal op die school? Het model is Jezus. We leren om te worden als Jezus. En in het huwelijk word je zo met jezelf geconfronteerd en zo met die ander geconfronteerd, dat je pas echt leert wat vergeving is als je je vrouw tot in het diepst van haar vezels gekrenkt heb en ze je ruimhartig vergeeft. Pas dan besef je wat wij Jezus aandoen en hoe ruimhartig zijn vergeving is. In het huwelijk leer je ook hoe moeilijk het is om te vergeven op het moment dat jij gekrenkt bent door de ander en de ander jou om vergeving vraagt. In het huwelijk leer je pas wat genade is. In het huwelijk leer je ook wat dienstbaarheid is. Zoals Jezus de voeten waste van de discipelen. En dat het liefde niet een gevoel is dat je overkomt, maar iets waar je voor moet kiezen. Soms tegen je gevoel in. In het huwelijk leer je wat opoffering is. Als bijvoorbeeld gevraagd wordt om een stap terug te doen en een carrière mogelijkheid te laten gaan, omdat je weet dat het goed is voor je relatie. En dan besef je, wauw, wat een God hebben wij. Wat een geweldige Heer is Jezus, onze bruidegom, die nog veel meer opgeofferd heeft voor jou en mij, uit liefde voor ons. Dat zijn lessen die we leren in het huwelijk. Soms pijnlijke lessen.
De cursus Sterven naar jezelf, die volgen we ook niet heel graag. Maar die staat wel op het programma in het huwelijk. En dat maakt het huwelijk aan de ene kant zo fantastisch. Want als je vorderingen maakt op die levensschool, dan ga je steeds meer op Jezus lijken. En weet je wat zo mooi is? Als je kinderen hebt, dan wordt het voor hen heel aantrekkelijk om in Jezus te geloven. Want ze zien Jezus weerspiegeld in de relatie tussen ouders. Wauw. Maar als dat niet zo is, als dat niet zo is, dan kan die leerschool ontzettend veel pijn doen. En als er één ding is wat je telkens weer ontdekt op die leerschool van het huwelijk, is dat je uit jezelf niet genoeg liefde voor die ander hebt. En Paulus weet dat. En daarom schrijft Paulus in Efeze 5 ook eerst over de vervulling met de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. En daarna zet hij uiteen hoe je in huwelijksrelatie met elkaar om zou moeten gaan. De tekst die ik net heb gelezen. Weet je waarom? Omdat we de vervulling van de Heilige Geest nodig hebben om met de nukken van onze man om te gaan. Om met de kuren van onze vrouw om te gaan. En om met onszelf om te gaan. Het huwelijk is een leerschool die je niet kunt volhouden zonder Gods kracht, zonder Gods hulp. Tim Keller spreekt over de economie van de liefde. Dat is trouwens een fantastisch boek over het huwelijk van Tim Keller. Als ik één boek mag aanbevelen, is het dat boek. Even een stukje reclame tussendoor. Tim Keller schrijft: je kunt het alleen veroorloven om vrijgevig te zijn als je geld op de bank hebt staan om weg te geven. Zo werkt het ook bij echtgenoten. Als je man of vrouw je enige bron van liefde en zin is, dan ervaar je iedere keer dat de ander tekortschiet, niet zozeer als iets verdrietigs, maar als een psychologische ramp. Maar als je iets weet van het werk van de Heilige Geest in je leven, dan heb je genoeg liefde op de bank staan om royaal weg te geven aan de ander, zelfs op een moment dat je er weinig terug voor ontvangt. Daarom is het natuurlijk zo'n fantastische leerschool, omdat we leren in afhankelijkheid van God te leven en we merken dat we de kracht van de Heilige Geest in het bijzonder nodig hebben om op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan. Wat een fantastisch idee van God. En weet je waar je voor opgeleid wordt? Ja, als je naar de kapperschool gaat, dan weet je dat je opgeleid wordt om kapper te worden. Als je naar de verpleegsterschool gaat, dan weet je dat je in het ziekenhuis gaat werken. Maar waar leidt het huwelijk eigenlijk voor op? Want het huwelijk is niet het doel zelf, maar een middel. Het huwelijk is een leerschool wat God gebruikt om ons te kneden en te vormen, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken, zodat we uiteindelijk bruikbaar zijn in zijn koninkrijk. Dat is het doel van het huwelijk. En op een moment dat je dat ziet gebeuren, dan zien de mensen om je heen, hey, het is echt waar. God kan inderdaad mensenlevens veranderen. Het is echt waar. Mensen die met Jezus leven worden inderdaad liefdevollere mensen. Zijn inderdaad een stuk geduldiger. Dat is de bedoeling van het huwelijk. Dat is de leerschool waar we allemaal, tenminste alle die getrouwd zijn, voor uitgenodigd zijn. Maar als we eerlijk zijn, dan zien we in de praktijk teleurstellende resultaten. Dan zien we in de praktijk dat we niet groeien in liefde, maar dat de verwijdering juist toeneemt. En dan kan het huwelijk zo pijnlijk zijn dat sommige mensen zeggen, laat maar, ik schrijf me uit voor die school. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Of ik probeer het wel met iemand anders. Ik ben de laatste om jou daarvoor te veroordelen. Maar ik wil je wel wijzen op wat de gevolgen daarvan zijn. Ook in ons midden. Want als het huwelijk kapot gaat, brokkelt er meer af dan de relatie tussen twee mensen. Er brokkelt ook iets af in de kinderen. Er brokkelt ook iets af zelfs in de kleinkinderen. Het werkt door van generatie op generatie. En de laatste 40 jaar
zien we twee ontwikkelingen hand in hand gaan in ons land. We zien aan de ene kant dat het geloof in God ziende ogen achteruit gaat in onze samenleving. Mensen geloven steeds minder in God en hebben de kerk steeds minder nodig. En de bodem is nog niet in zicht. En tegelijkertijd zien we eenzelfde ontwikkeling. Omdat we het geloof in God kwijt zijn geraakt, zijn we ook het geloof in elkaar kwijtgeraakt. Zijn we het geloof in het huwelijk kwijtgeraakt. Want als het huwelijk verwijst naar Jezus Christus en je gelooft niet in Jezus Christus, waar is het voor nodig? En we zien ook dat het huwelijk steeds meer onder druk komt te staan. En dat echtscheidingen steeds meer toenemen. Laatste tijd niet meer trouwens. Dan zou je zeggen dat is positief nieuws, maar dat is het niet. Want steeds minder mensen trouwen. 40% van de kinderen die in 2015 geboren is buiten het huwelijk geboren. We geloven als land niet meer in het huwelijk. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is het land. Maar gelukkig hebben wij Jezus. Gelukkig zijn wij evangelische christenen en wij weten hoe het moet. Helaas is ons geloof in Jezus niet zo levensveranderend dat we het met elkaar volhouden. Want de echtscheidingscijfers van de wereld zijn niet heel veel anders dan die van de kerk. Ook die van Jozua. We zijn op kantoor aan het opruimen. En we komen allemaal oude dossiers tegen die we vanwege de AVG-wetgeving, de privacy-wetgeving, moeten vernietigen. En ik kwam een lijst tegen uit 2003 met kringleiders en kringleden van Jozua. En weet je wat zo pijn deed? Een groot deel van die mensen zit niet meer in de gemeente. En dat is niet erg als ze ergens anders zouden zitten, maar een deel daarvan zit thuis. En een groot deel van de mensen die een leiderschapspositie hebben gehad in deze gemeente zijn inmiddels gescheiden. 15 jaar later. Doet dat ons nog wat? Raakt ons dat nog? Dat zoveel huwelijken in ons midden kapot gaan? Als wij kinderen vertellen over de liefde van Jezus en tegelijkertijd heel veel ruzie hebben thuis, met deuren slaan, elkaar doodzwijgen, agressief zijn naar elkaar, elkaar met woorden vernederen. Geef onze kinderen één reden om het evangelie te geloven, als ze dat thuis zien. En achter het dun laagje vernis van evangelisch geloof, ook in deze gemeente, zit achter de voordeuren zoveel verdriet, zoveel verwijdering, zoveel teleurstelling, zoveel boosheid, zoveel harde harten. En we hebben het allemaal met elkaar over opwekking en over Dordrecht, stad voor koning Jezus. Maar misschien moeten we beginnen met ons huwelijk voor koning Jezus. Ons gezin voor koning Jezus. Ik kwam een enthousiaste man naar moeder Teresa toe. Hij zei, wat moet ik doen om de wereld te veranderen? Wat moet ik doen om ongerechtigheid tegen te gaan? Weet je wat kleine vrouwtje zei? You go home and love your family. Want in onze fantasie zien we ons hele grote menigtes tot geloof brengen. Zien we een opwekking komen en ondertussen lukt het ons niet eens om de relaties die we hebben met de mensen die ons lief hebben, vorm te geven. Dat is de praktijk. Ook in Jozua. Ook in onze gemeente. En ik moest vanmorgen aan het volgende denken. En ik denk dat het ook een beetje aansluit op wat Hanni van tevoren deelde. Als we heel eerlijk zijn, en als we kijken naar de huwelijken in onze gemeente, als we kijken naar ons eigen huwelijk, dat kan heel pijnlijk zijn, dan kan je dat een klein beetje vergelijken met de puinhopen, met de brokstukken van een vervallen tempel van Jeruzalem. Toen de Israëlieten meegevoerd werden naar Babylon, toen leefden ze daar in ballingschap en op een gegeven moment mochten ze terugkeren naar Jeruzalem. En op het moment dat ze de stad binnenkwamen, zagen ze de ruïnes van de tempel en ze barsten in huilen uit.
Ze werden door de Heilige Geest gewezen op waar die plaats voor bedoeld was. Als een plaats waar God mensen ontmoet. En wat het geworden was, een ruïne, een puinhoop, een klerenzooi. Sorry voor het woord. En ik geloof dat God wil dat we ook stilstaan bij de puinhopen in onze gemeente. De puinhopen in onze eigen levens. De puinhopen in onze eigen huwelijken. En er niet aan voorbij gaan, maar huilen om waar Jezus om huilt. Want als je zou vragen, als Jezus nou naar deze gemeente zou kijken, wat zou hem dan het meest opvallen? Wat zou hem dan het meest verdriet doen? Dan weet ik zeker dat hij huilt om alle kinderen in deze gemeente die niet in een veilig gezin opgroeien. Die vechtende ouders thuis hebben. Die schreeuwende ouders thuis hebben. En vervolgens op zondag meegenomen worden en prachtige woorden van liefde horen. Raakt dat ons nog? En echtscheiding is iets wat generaties achtervolgt en verwondt. Het is een breuklijn die doorloopt. Ik kom zelf uit een gezin, evangelisch gezin. Ouders zijn gescheiden. Mijn opa en oma van mijn moeders kant zijn gescheiden. Mijn opa en oma van mijn vaders kant zijn gescheiden. Mijn overgrootopa en oma zijn gescheiden van mijn vaders kant. Ik heb ooms en tantes die gescheiden zijn. Ik heb nichten van mijn generaties die gescheiden zijn. En ik zie hoe die breuklijn doorwerkt door families heen. Ik zie wat het met kinderen doet. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn ouders hebben het ook meegemaakt. En er zitten hier ook broers en zusters die het ook hebben meegemaakt. Waar is de kracht van het evangelie? Waar is ons geloof dat God ons kan veranderen? Waar is ons verlangen naar herstel? De Israëlieten huilden toen ze Jeruzalem zagen. Ze huilden om wat het was geweest en wat het was geworden. Nou doet God dat nooit om ons even nog verder de put in te praten. Om ons nog meer een gevoel van veroordeling te geven. Van, oh, zie je wel, ik heb alles verkeerd gedaan. Ja, inderdaad, ik ben ook gescheiden. Mijn huwelijk loopt ook niet goed. Oh, en dan is het ook nog eens een keertje zo dat ik heel veel ellende veroorzaak. De Heilige Geest is er nooit op uit om ons stil te zetten bij ons falen. Om ons te veroordelen. Wij kunnen dat eigenlijk niet aan en daarom lopen we het liefste met een boog omheen. Zien we het liever niet. Maar de Heilige Geest wil ons stilstaan, hè, zowel ons persoonlijk als ons als gemeente, bij wat er misgaat, bij welke puinhopen we met elkaar maken, omdat Hij iets nieuws wil doen. Omdat Hij wil herstellen, omdat Hij wil genezen, omdat Hij ons wil veranderen. Geloven we dat met elkaar? De Israëlieten moesten niet bij de puinhopen zitten en treuren en rouwen en daar blijven zitten. Maar ze werden geconfronteerd met de puinhopen omdat ze aan de slag moesten om een nieuwe tempel te bouwen. En in welke puinhopen je ook zit. Misschien ben je gescheiden. Misschien staat je huwelijk bijna op knappen. Misschien verlang je naar een partner en lukt het niet om hem te vinden. We hoeven niet weg te lopen voor dat verdriet. We hoeven ons ook niet groot te houden. We hoeven ook niet de indruk te wekken dat problemen in het huwelijk alleen maar bij slechte christenen voorkomt. Iedereen maakt dat mee. We zijn allemaal gebroken mensen. Weet je wat ik zo mooi vind van de voorganger Jan Pol uit Haarlem, een voorbeeld daarin. Hij vertelde dat toen hij nog voorganger was, hij wel eens het oudste team opbelde en zei: ik kan vandaag niet naar de vergadering komen, want ik heb ruzie met mijn vrouw. Ik kan niet over de gemeente praten op het moment dat het niet goed zit tussen Marijke en mij. Wauw. Het zou toch geweldig zijn als we met elkaar zo'n veiligheid kunnen ontwikkelen. Zo open kunnen zijn met wat er in ons leven speelt. Dat God echt zijn werk kan doen. En ons kan genezen. Ons kan herstellen.
De Israëlieten moesten weer aan de slag. En ik geloof dat God ons vandaag ook even wil stilstaan. Stilzetten bij wat er misgaat. En dat verdriet, dat mag er zijn. Maar tegelijkertijd wil hij ons aansporen om te bouwen aan gezonde relaties. Om te bouwen aan gezonde huwelijken. Om te bouwen aan een gezond zelfbeeld. Want Jezus Christus is gestorven aan het kruis, zodat wij genoeg kracht kunnen ontvangen om goede relaties op te bouwen. Geloven we dat nog? Amen. En daarom geloof ik dat in welke situatie je ook zit, God in je leven wil werken. Als je niet getrouwd bent, God wil in je leven werken. Het is niet zo dat je een mindere weg gaat dan anderen. Je komt op dezelfde eindbestemming uit. Het huwelijk met Jezus Christus. Als je gescheiden bent, God wil je leren om niet meer dezelfde fouten te maken. En om herstel te vinden in Hem. En als je getrouwd bent, God wil je aandacht richten op het huwelijk als leerschool van Gods genade. Ik denk dat het genoeg is voor vanmorgen. Dat het ook genoeg getriggerd heeft, misschien al te veel getriggerd heeft. Maar nog even terug naar Genesis 2. Dat paradijselijke huwelijk dat eigenlijk niet meer bestaat. Eén van lichaam zijn, hecht verbonden, geen schaamte, paradijs op aarde. Daar zijn we allemaal naar op weg. Maar dat is niet het huwelijk met je partner. Dat is het huwelijk met Jezus Christus. En daarom wil God ons vormen in het huwelijk om ons mooiere mensen te maken, zodat we uiteindelijk klaar zijn voor de komst van de Zoon. Ik laat het hierbij. Ik wil u vragen een moment te gaan staan. Misschien denk je nu, ja Timon, maar hoe dan? En wat is dan de oplossing? Ga je nu een oproep doen dat we naar voren kunnen komen en dan ontvangen we gebed en dan zit het weer goed? Was het maar zo? Kon het maar? Hadden we hier maar ergens een veranderknop waardoor huwelijken in één keer weer goed zouden lopen? Sommige mensen zitten al jaren in therapie en ik ga je niet suggereren dat je even met een quick fix je huwelijk kan herstellen. Dat kan niet. Het is een pijnlijke constatering vanmorgen. Van de gebrokenheid in ons midden. En laat die gebrokenheid er maar gewoon even zijn. Want ik heb geen oplossing. Ik weet alleen dat God met ieder van ons aan de slag wil gaan. Laten we een moment stil zijn. Vader, ik wil u bedanken voor deze dienst. Ik wil u bedanken dat u in ons midden wil werken met uw Heilige Geest. En ons pijnlijke lessen wil leren. En ik zag net tijdens de aanbidding het volgende. Ik zag ook kruiken waarin een schreeuw zat. Opgeborgen, verzegeld. Kruiken waarin tranen zaten, opgeborgen. Verzegeld. En dit is wat God in je leven wil doen. Hij wil die kruiken openmaken. Want hij wil dat eruit komt. Hij wil genezing brengen. Hij wil herstel brengen. Het gaat een lange weg worden. Het gaat een pijnlijke weg worden. Maar hij wil dat je gelooft dat met hem alles mogelijk is. Vader, ik bid, spreek tot ons hart. Spreek in onze situatie. Raak onze harten aan. En zet ons stil bij de puinhopen in onze gemeente. En spoor ons aan door uw Heilige Geest om aan de slag te gaan met ons leven. Om werk te maken van onze relaties. Vader, als we het hierover hebben, dan staan we naakt voor u. En dan kunnen we u met niets imponeren, want u ziet onze huwelijken en u weet hoe we ervoor staan. Het enige wat we u kunnen vragen. Kom met uw genade, Heer. Reinig ons door uw bloed. Herstel ons en genees ons land.
Genees onze gemeente. Genees onze huwelijken. We weten niet hoe, maar onze ogen zijn op u gericht. Vader, verander ons van binnen. Schep een nieuwe geest in ons. Geef ons een rein hart.